Hallo, ik ben Julia en we zijn hier vandaag bij TechLab. Mag ik u misschien wat vragen? Zeker, kom maar binnen. Wow, wat een tekeningen. Wat houden die precies in? We hebben hier verschillende tekeningen hangen. We beginnen natuurlijk met de fundering. We hebben een funderingstekening, daar beginnen we uit te werken. Dan gaan we verder, hebben we de platte gronden, hoe het wordt. Je hebt hier dus ook bijvoorbeeld de achtergevel, rechterzijgevel, de doorsnede, dat je binnenin het gebouw kan kijken wat er komt. Hier heb je de voorgevel en de linkerzijgevel en ook weer de indeling van bovenaf gezien. U bent van Prinsbouw. Kunt u vertellen wat Prinsbouw precies inhoudt? Ja, Prinsbouw is een bouwbedrijf. Dat is een breed bouwbedrijf. Die doet van kleine verbouwingen tot grote projecten. En alles tussenin doen wij. En wat doet u precies hier op deze bouw? Ik ben de uitvoerder. Dus ik zorg dat het werk goed loopt en alles op tijd is. Dat we onze mensen door kunnen en dat alles op de tijd geleverd wordt. En dan zit u hier op deze plek altijd te werken? Ja, ik zit hier wel meestal tijd van zit ik hier te werken en op de bouw loop ik ook natuurlijk op te kijken en ik help een klein beetje mee als het kan. Maar de meeste tijd zit ik binnen hier om de boel te regelen. Dat is mijn hoofdtaak, dat alles goed verloopt. En vindt u het ook belangrijk dat kinderen wat leren over techniek? Ja, zeker, want ik kom zelf natuurlijk ook van de ambachtsschool af, ben ik begonnen. En de techniek, dat spreekt me natuurlijk nog altijd aan. Ik loop tegen de 60 en ik zit nog altijd in de bouw en ik vind het nog altijd prachtig. En wat doet Prinsbouw verder nog op deze bouw? Nou, we hebben onze eigen mensen hier lopen. We hebben timmerlui hier lopen. Dus die doen alle betonwerk, alle timmerwerk. Doen we en het metselwerk gaan we ook zelf doen. Dat is hoofdzakelijk wat Prinsbouw doet. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat u hier zorgt dat alles loopt? Ja, dat is mijn taak. Ik zorg dat het alles een beetje glad verloopt. Dat iedereen op tijd door kan. Iedereen op tijd aangestuurd wordt. Dat het allemaal een beetje in elkaar overloopt. Dat je zo min mogelijk tijdverlies heeft. Nou, we zijn nu op de bouw en dan moeten we natuurlijk ook een helm op. Mag ik misschien wat vragen? Nou, dit wordt een techlab, dus voor kinderen om in de techniek te gaan. Vindt u het ook belangrijk dat kinderen over techniek leren? Ja, ik vind het wel belangrijk als ze zoiets meekrijgen. Dat is natuurlijk ook de toekomst. En ze weten een beetje hoe alles werkt en dan krijgen ze alles van mee. En dan hebben ze niet iets van, help, wat ga ik doen, zeg maar straks. We kunnen een beetje beeld krijgen, dat is wel goed, ja. Hartstikke bedankt. Ik ga u niet langer lastigvallen, want anders komt het TechLab natuurlijk nooit af.